De dienstverlening van de Surinaamse waterleidingmaatschappij in Meerzorg is sinds vorige week deels gestagneerd. Consumenten kunnen in de ochtend geen betalingen verrichten bij het incassokantoor in de Bridge Mall. Nu kunnen er alleen tussen 5 uur in de middag en 8 uur in de avond betalingen plaatsvinden. Uit informatie blijkt dat de kassierster van de betaaldienst er vandoor is gegaan met een aanzienlijk bedrag. Volgens de politie-publiciteitsdienst zou het gaan om een bedrag van 23.000 SRD. Volgens bronnen zou het gaan om meer dan 50.000 SRD. SWM-directeur Malen Oosterling om een reactie gevraagd, zegt dat de betaaldienst is uitbesteed aan een incassokantoor. Indien er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, moeten deze ook door het incassokantoor worden opgelost. Oosterling onderstreept wel dat het incassobureau normaal alle middelen overmaakt voor SWM. PL-parlementariër Ingrid Kartabink vindt dat de betaaldienst onprofessioneel is en zo snel als mogelijk de dienstverlening moet normaliseren. Ik vind het, zoals je het zegt, heel onprofessioneel, omdat wij door de decentralisatiegedachte de dienstverlening heel dicht bij de burger toe willen brengen. En wanneer we dit constateren en we zeggen van er is een probleem, die ik niet van op de hoogte ben welk probleem. En als er problemen zijn, dan moeten we zo snel als mogelijk oplossingen zoeken. En niet dat na een week, nadat ik contact heb gemaakt, er een oplossing komt voor donderdag aanstaande 1 juni. Ik vind er moet een bekendmaking desnoods geplaatst zijn voor de burgers dat zij van 5 uur 's middags tot 8 uur 's avonds hier toch de betalingen kunnen doen. Want nu komen heel veel mensen 's morgens hun betalingen doen en ze gaan weer boos terug, want ze hebben kosten gemaakt om hier hun betalingen te doen en ze kunnen niet geholpen worden. De parlementariër is ook van mening dat de SWM regelmatig controle moet uitvoeren op het betaalproces van consumenten aan het incassokantoor. Zo worden consumenten niet de dupe van onregelmatigheden. Isma. Elke dag moet er toch gecontroleerd worden hoeveel je binnen hebt gehad. Er moet gecontroleerd worden. Nee, als dat zo is, dan vind ik wel dat we nu SWM vragen. Wanneer hij incassokantoren uitbesteedt, dat hij ook controle uitoefent. Niet het overlaten voor het bedrijf die het incassokantoor draait voor het bedrijf. Voor SWM bedoel ik, dan moet SWM zelf ook dan controleren of alles richtig verloopt. Want nu zijn wij, als het zo mag blijken, ik weet het niet, als het zo mag blijken, hebben wij de dupe. Doordat er geen controle was, zijn wij nu de dupe van dat we een week lang als morgens geen betalingen kunnen doen. Ik vind dat we nu echt wel strakker moeten optreden. PL-parlementariër Ingrid Kartabink over de onregelmatigheden bij het incassokantoor de Meerzorg, het gelden int voor de Surinaamse waterleidingmaatschappij. De dienst is deels gestagneerd omdat een kassamedewerker een groot geldsbedrag heeft verduisterd. Ze is intussen ingesloten en de dienst wordt vanaf donderdag genormaliseerd.